Hey YouTube, leuk dat je kijkt. Ik ben Maris, ook wel bekend als Creatic. En vandaag gaan we een groot huis bouwen, uiteraard. Nou, het huis valt eigenlijk nog wel mee. Ik heb wel de allergrootste kavel gekozen die er is in dit spel. Want dat heb ik eigenlijk vooral gedaan omdat ik het ook heel erg leuk vind om nu eens wat meer de omgeving te gaan doen. Dus normaal bouw ik eigenlijk alleen het huis en het achtertuintje en het voortuintje. En dat was het. En dan heb je je hele kavel wel bezet. Ik vond het nu wel leuk om echt het huis te bouwen en ook echt wat omgeving eromheen. Dus het is wel voor wat meer werk en het filmpje duurt daardoor ook wat langer. Maar ja, ik vind het resultaat echt heel erg mooi geworden en ik hoop jullie ook. Mijn man is in de tussentijd beneden de hele tijd nog aan het klussen. Dus mocht je wat herriegeluiden en gehamer en getik en weet ik veel wat er doorheen horen, dan is hij dat. Hij zei ook, ik hoop wel dat ik niet te veel herrie maak, maar volgens mij valt het mee. Volgens mij hoor je niet eens echt heel erg veel. Maar goed, we gaan dus een groot huis bouwen. En wat het vooral moet zijn is een lake house. Het zou het eigenlijk het mooiste zijn als het echt aan het meer vast zit. Maar zo'n soort kavel kon ik niet vinden waarbij je echt het, heel veel ruimte hebt. En waarbij je ook echt aan het water vast zit van het spel zelf. Maar dat geeft niet. Ik bouw het gewoon zelf. Dus ik heb een heel groot meer gebouwd. En je zal het straks allemaal wel zien. Maar we beginnen met het huis. Mijn man kwam net even tussendoor boven. Dus ik moest even stoppen met opnemen. Want hij had namelijk in één keer bloed aan zijn vingers zitten. Hij had een of andere steen eruit staan tikken beneden in de garage. En er was een scherfje in zijn vinger gekomen. Dus ik had heel eventjes een pleister omgedaan. Maar we zijn beneden eventjes begonnen aan dat washok. Ik heb het vorige keer, mocht je het filmpje hebben gekeken van ons eigen huis. Al kort verteld dat ons wasrek zit zeg maar echt in de garage. En het washok dat daarnaast zit, daar zit onze garagekast. Waar we de gereedschapsspullen en weet ik veel wat allemaal bewaren. Dus dat is helemaal niet logisch. Dus vandaag hebben we die kasten uitgehaald. Of ik zeg wel we. Ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan. Want mijn man die had vooral heel veel zin om eraan te gaan werken. Hij heeft die kast er helemaal uitgehaald. En hij heeft een verwarming aangesloten in het washok. Zodat dat ook daar verwarming zit. En niet alleen in de garage. En nu is hij dus die plafuis aan het wegtikken. Zodat de kast op die andere plek weer terug kan komen. Dus het schiet al op. Echt, hij heeft heel veel gedaan vandaag eigenlijk. Maar en nu nog even afmaken. De kinderen liggen nu net op bed. En ik dacht ik wil nu eigenlijk wel voor dit filmpje op gaan nemen, want het is namelijk best wel een lang filmpje geworden. Het is namelijk een enorme kavel en ik heb hier echt heel erg veel gebouwd. In totaal ben ik met dit huis en alle omgeving eromheen iets meer dan 3 uur bezig geweest. 3 uur en 18 minuten om precies te zijn. Dus ik heb hem iets sneller gezet dan normaal. Normaal zet ik hem op 250% sneller en nu heb ik hem op 300% sneller gezet. En ik heb ook echt al superveel erin geknipt, want ik ben echt heel erg lang bezig geweest met rotsen en met steentjes. En dat heb ik er allemaal uitgeknipt, zodat het iets minder lang duurde. Maar alsnog is het bijna 39 minuten of zo, 40 minuten dat ik moet vol gaan kletsen. Dus bereid je maar vast voor op heel veel verhaal en heel veel geklets. Ik heb geen idee waarmee ik dit helemaal vol ga kletsen. Maar ik vind het altijd wel gezelliger dan dat er alleen maar muziek op de achtergrond staat. Ik kijk zelf ook wel eens deze filmpjes op YouTube. En als er alleen maar muziek aan staat, dan haak ik toch eigenlijk al snel af. Dan vind ik het gewoon minder leuk om te kijken. Het is wel leuk om te kijken, maar ik vind het ook altijd wel leuk om te horen wat mensen te vertellen hebben. En soms blijf ik alleen maar hangen omdat ze een leuk verhaal hebben. En niet eens zozeer om wat ze aan het bouwen zijn. En dat vind ik zelf ook heel erg leuk om te doen. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. En anders heb je pech, want ik vind het zelf niet leuk om filmpjes te uploaden waarbij alleen maar muziek staat. Ik zat hier, was ik nog even met het dak bezig. En dat ging dit keer beter dan vorige keer. Ik heb ook geprobeerd wat meer variatie in de daken te brengen. En weet je wat ik hoorde? Dat in de allernieuwste update van The Sims ook een update komt voor de daken. Dus dat er ook ronde daken in komen. En vijfhoekige, zeshoekige, achthoekige. Allemaal verschillende soorten daken. Echt veel meer opties dan dat er nu in zitten. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Want daar gaan ze me echt heel erg veel mee helpen. Ik probeer zelf wel eens van die ronde daken te maken. Maar het is het gewoon net niet. Dus als er gewoon in het spel gewoon echt een goede toevoeging van komt. Dat er gewoon echt een mooi rond dak tussen zit. En zo moeilijk hoeft het volgens mij niet eens te zijn. Maar goed, ik maak dit spel niet. Dus ik mag daar niks over zeggen. Maar ik denk dat dat wel echt eventjes het heel veel mooier maakt. Allemaal. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat ik die uitbreiding ook snel heb. Wat ik nou wel eens een keer wilde proberen was een trap aan de zijkant van het huis. Dus dat je echt vanuit buiten al meteen je huis in kan. Dat leek me echt ontzettend leuk om dat nou eens een keertje te maken. En
ja, ik weet niet of het eigenlijk nog heel functioneel is dat je meteen naar boven kan. Maar misschien als het een gastenverblijf is of zo, dat ze ook echt een daadwerkelijke eigen ingang hebben. Want er komt wel gewoon een ingang en die komt gewoon beneden. Ik heb hier twee daken die elkaar overlappen en dat zag je eigenlijk net een beetje. Dus om dat gewoon een beetje weg te moffelen, heb ik er schoorstenen op gezet. Het is eigenlijk natuurlijk niet helemaal de manier zoals het moet. Maar daardoor komt het wel het mooiste uit en zie je het eigenlijk niet echt. En straks als het af is, zie je het helemaal niet meer. Dus het is een goede oplossing ervoor, dan mocht je dit zelf een keertje hebben, dat je daken net niet mooi aansluiten. Dat je er dan gewoon een schoorsteen op plaatst en dan zie je dat niet zo. Zo doe ik dat eigenlijk wel met meer dingen hoor. Niet stiekem doorvertellen, maar als ik bijvoorbeeld iets aan het haken ben en ik vind dat het gewoon net niet helemaal mooi afgewerkt is aan de zijkant, dan maak ik er gewoon een rand omheen. Of als ik foutjes heb gemaakt in mijn tekening, dan plak ik er gewoon een washi-tapeje overheen. Of ik verzin er iets anders, dan zeg ik gewoon, dit hoort zo. En dan moffel ik het gewoon een beetje weg, zodat je het niet meer ziet. Het is altijd de beste manier. Je kan niet altijd alles perfect doen. En als je wil dat het er perfect uitziet, is het soms gewoon heel handig om net te doen alsof het zo hoorde. En het gewoon een beetje te verstoppen achter iets, waardoor het niet zo opvalt. Nou, ik heb in ieder geval hier met het dak echt heel lang geprobeerd om het zo te laten lijken, maar ik wilde echt per se dat ze echt zo geplaatst waren dat het twee van die verschillende daken waren. En ja, dat ging gewoon niet werken. Dus dan maar zo. Soms moet je een beetje creatief zijn, toch? Trouwens, even iets heel anders. Ik word de laatste tijd echt heel erg vaak gebeld door een of ander buitenlands vrouwtje dat zich voordoet alsof het van een of andere Microsoft-afdeling is, die dan gaat zeggen dat mijn Windows niet legaal is of zo en dat ik het moet updaten en dat ze me daar wel wil helpen. En ik had echt zoiets van, dit volgens mij is dit niet echt echte Windows, want het klinkt niet betrouwbaar. En ze sprak ook geen eens Nederlands en het klonk ook echt, het klonk gewoon echt niet betrouwbaar. Dus ik zei, ik weet niet waarvoor u mij belt, maar ik heb hier niet om gevraagd, dus ik heb geen idee. Nee, maar mevrouw, je moet het echt serieus nemen, zei ze, want het is echt heel erg belangrijk. Dus ik denk, ik moet hier vanaf, want dit lijkt nergens op. Ik zeg, dat kan niet, want wij hebben helemaal geen Windows in huis. Wij hebben alleen maar Mac, dus dat, ik weet niet waarvoor je belt. Nou, mevrouw, u liegt, want dat kan ik gewoon zien vanaf hier op afstand. En u heeft echt wel Mac en het is niet legaal. Of u heeft echt wel Windows en het is niet legaal. En u moet er nu even wat aan doen en dit en dat. Ik zeg, bel morgen maar terug, want dan is mijn man thuis. Maar ik weet van niks. Dus toen heb ik opgehangen. Nou, terwijl ze uiteraard de volgende dag en mijn man die zei al meteen, dat is echt oplichterij, daar moet je echt niet aan meedoen. Het was echt verschrikkelijk, iedereen wordt ermee lastiggevallen op dit moment. Ik denk, zie je wel, mijn gevoel had het niet verkeerd. Maar sindsdien blijven ze bellen, echt, ik denk wel een paar keer per dag en elke keer met een ander telefoonnummer en je komt er gewoon echt niet vanaf. Ze blijven maar bellen en elke keer hang ik nu maar meteen op. Ik heb zelfs al een aantal keer gezegd dat ik geen interesse heb. Ze blijven gewoon maar bellen. Ik snap gewoon niet waarom, ik snap niet wat ze dan nog denken te bereiken, want ik trap er nu toch niet in, dus wat willen ze dan nog? Ze blijven maar bellen, elke dag weer. Het is zo irritant dat we inmiddels al bijna op het punt staan om onze telefoonlijn gewoon op te gaan zeggen, want voor de rest worden we er bijna nooit op gebeld. Hebben jullie hier ook zoveel last van? Ik ben hier trouwens bezig om een meer te maken. Het lijkt nu nog op een heel groot zwembad, maar ik maak de onderkant en de zijkanten van het zwembad bruin. Ik zat eerst te kijken om het water een andere kleur te geven, maar ik vind het niet mooi. Ik wil gewoon dat het wel mooi helder water is. Dus om het iets meer op natuurlijk water te laten lijken, heb ik de zijkanten gewoon bruin gemaakt, alsof het een soort van modder is. En ook de bodem heb ik bruin gemaakt. En dan zie je dat de waterkleur eigenlijk al heel erg verandert. En de zijkanten gaan we natuurlijk bedekken, want zo lijkt het nog steeds een zwembad. Maar geloof me, als het straks af is, lijkt het echt totaal geen zwembad meer. Dit was trouwens echt super veel werk, al die stenen. Dat zei ik net al, dat ik dit er ook allemaal uitgeknipt heb. Het is echt veel werk. Het resultaat is leuk, maar het is veel werk. Dus mocht je dit ook willen gaan doen, neem er even de tijd voor om elk steentje neer te zetten. Want gaat eventjes een kwartier, 20 minuten denk ik zeker wel inzitten voor een heel klein stukje. Wil je het gewoon mooi krijgen? Ik wil niet gewoon alleen maar grote stenen gebruiken. Ik wilde ook echt wel van die kleine steentjes erbij doen. Ja, dan is het gewoon wat meer werk. Maar ik vond het wel heel leuk. Ik vond het heel leuk om die trap helemaal weg te werken in de stenen en in de rots. Alsof het echt lijkt alsof die daar opgebouwd is. Eigenlijk wilde ik zelfs nog dat die zo halverwege een stukje plat liep en dan weer verder omhoog ging. Maar dan had ik meer verdiepingen nodig, denk ik. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet oplossen. Dus misschien dat voor een volgende keer komt. Als ik eruit ben, hoe ik dat het beste kan gaan doen. Maar ik vind dit in ieder geval heel leuk. Ik ben hier al heel blij mee. Maar goed, terugkomend op dat bellen dus. Voor de rest, wij gebruiken de huistelefoon eigenlijk niet eens. Ik heb hem alleen opgegeven bij school. Dus mocht er iets zijn met mijn kindje of wat dan ook, dan bellen ze op die telefoon. Dus misschien moet ik dat dan even aanpassen. Dat gewoon kan. Maar voor de rest word je echt
niet gebruikt. Ik denk dat mijn man er één keer per jaar belt, omdat mijn mobiel dan uitstond. En dat hij dan op die telefoon gaat bellen. Maar voor de rest, hij gaat alleen maar af omdat die stomme mensen steeds bellen. Maar het is echt heel, heel irritant. Jammer eigenlijk dat er nog helemaal niks aan gedaan kan worden, want dit is niet echt heel fijn zo. En dan moet ik zeggen dat ik met mijn mobiel eigenlijk ook bijna niet eens bel. Volgens mij heb ik ook echt maar iets van 50 belminuten per maand en ik kom daar niet eens doorheen. Ik hou ook echt helemaal niet zo van bellen. Ik ben echt heel erg van het kletsen en ik vind kletsen ook heel erg leuk. Anders zou ik dit ook niet kunnen volhouden, elke keer al die filmpjes helemaal vol kletsen. Dan moet ik zeggen dat ik het soms best lastig vind om goede onderwerpen te verzinnen. En als ik dan eenmaal bezig ben, dan gaat het wel. Maar ik moet wel altijd van tevoren even bedenken van, oh ja, waar ga ik het dan nu over hebben? En is dat wel leuk om te vertellen? Is dat niet stom? Maar als ik dan aan de telefoon zit, ja, weet je, dan moet je echt weer helemaal luisteren. En ik vind dat best wel moeilijk om ik vind luisteren sowieso best wel moeilijk. Maar ik vind het ook best wel moeilijk om goed te luisteren, zeg maar. Als ik luister naar mensen, dan kijk ik het liefst ook altijd naar de manier waarop ze praten. En hoe ze dingen formuleren. En hoe ze hun houdingen daarbij zijn. En aan de telefoon zie je dat allemaal niet. En dan hoor je alleen maar het geluid. En dan ben ik altijd heel gefocust op wat ze zeggen. En ik vind het altijd heel moeilijk om te verstaan. Ik denk dat ik soms al een keer of 30 in één gesprek zeg, wat zeg je? Wat zeg je nou? Ik vind dat echt altijd zo moeilijk. Ik hou er echt helemaal niet van. En dan heb je van die mensen die dan te lui zijn om van die WhatsAppjes helemaal te typen. En die dan zeggen, ja, ik bel je wel even liever. Ik vind dat echt niks. 9 van de 10 keer neem ik ook gewoon niet eens op. Ik hou gewoon echt niet van bellen. En de mensen die me kennen, die weten dat ook. Dat ik ook echt niet van bellen hou. Maar ik vraag me echt af hoe andere mensen dat, waarom andere mensen dat wel leuk vinden. Maar ik bel echt nooit. Dus mocht je me ooit willen spreken, bel me niet. Stuur me gewoon een mailtje of een WhatsAppje of wat dan ook. Maar ga me niet bellen, want daar word ik helemaal niet gelukkig van. Ik heb een blauw huis gemaakt. Ik vind blauw huis echt heel erg cool. Ik reed hier laatst in de buurt rond en toen zag ik dat iemand zijn huis had overschilderd. En die had het dus ook in deze kleur gedaan. En dat is eigenlijk echt zo typisch Amerikaans. Maar ik vond het echt heel mooi staan. Zelfs hier in Nederland stond dat echt hartstikke mooi. Het is ook echt een van mijn favoriete kleuren. Want dat zei ik vorige keer ook al. In huis hebben wij hem ook heel veel. Maar ik vind hem voor de buitenkant van je huis ook wel echt heel gaaf. Ik moet zeggen dat dit sowieso wel een beetje mijn droomhuis is hoor. Wat ik hier aan het bouwen ben. Niet dat ik ooit echt per se aan een meer moet wonen of zo, maar ja, dit hele huis, het heeft gewoon echt heel veel sfeer en heel veel, ja, gezellige knusse hoekjes volgens mij van binnen met al die aparte kamertjes zo. En dan zo aan het water met die bergen. Ja, het is gewoon heel mooi. Al die veranda's, ik word hier heel blij van. Het is wel echt een beetje mijn soort huis. Ik zie ook wel heel vaak mensen van die hele moderne huizen bouwen. En dat vind ik ook altijd wel heel erg cool. Maar ik weet, zal je eerlijk zeggen, ik heb nog nooit, in alle jaren dat ik al de Sims speel, heb ik nog nooit een modern huis gebouwd. Dan kan het gewoon niet. Ik kom altijd uit op dit soort huizen. Van die hele kneuterige huisjes met straks ook lekker veel bloempjes en plantjes. En echt dat hele huis lekker. Ja, ik hou daar echt heel erg van. En zo'n modern huis, ik zou er zelf ook echt nooit in willen wonen. Ik ging trouwens laatst op YouTube, ging ik eens even 's avonds gewoon filmpjes kijken. En toen was ik benieuwd naar van die echt super mooie huizen die er bestaan. Dus ik had een filmpje opgezocht met allemaal amazing houses. Dat was de titel van bekende sporters. Ik denk, nou, ik ben wel benieuwd. Maar dan komen er toch rare dingen in voor. Dat ik denk, nou, dat zou ik al nooit gaan nabouwen, want dat is dan niet eens mooi. Maar dat zijn dan weer echt allemaal van die hele moderne dingen die dan gebouwd worden. En ik hou gewoon niet van modern. Dat er dan ook echt zo'n golfding dan bovenop dat dak zit. En het zit dan helemaal in met van het gras dan helemaal over je huis en zo, weet je. Dat ik denk, nee, als ik ooit echt geld van de wereld zou hebben, dan zou ik nog steeds niet zo'n huis willen. Dan zou ik nog steeds gewoon een mooi huis willen. En het mag voor mij dan best wel zoiets zijn als dit. Weet je, dat is ook een groot gek huis. Maar wel gewoon dat het er nog steeds normaal uitziet. Als gewoon een huis. Niet iets moderns, raars of zo. Toch zou ik het wel een keertje willen maken in de Sims. Want het lijkt me wel heel erg leuk om mezelf dan uit te dagen. Om een keer zoiets te maken. Om een beetje uit je comfortzone te stappen. Maar tot dusver neem ik mezelf vaker voor. Maar kom ik toch altijd weer uit op dit. Vinden jullie dat leuk om een keer een heel modern huis te zien? Laat me even weten in de reacties hieronder. Dan ga ik erover nadenken. En dan misschien dat ik het dan wel wil doen. En dan moet ik natuurlijk ook nog kijken of het me lukt. Want ik kan wel zeggen van ja, dat ga ik doen. Maar ja, het zal toch wel een reden zijn waarom ik toch altijd weer op dit soort huizen uitkom. Maar ik zou het wel willen proberen. Het lijkt me wel een hele leuke uitdaging. Maar wat ik net zei over dat bellen, dat ik er gewoon heel veel moeite mee heb om iemand te verstaan. Dat is iets dat heel veel mensen gewoon niet begrijpen. En ik heb daar eigenlijk echt al mijn hele leven last van. Vroeger op school had je ook heel vaak van die toetsen, dat je dan van die luistertoetsen had. Dus dan moest je niet alleen maar gewoon, weet ik veel, je theorie dingen doen en zo. Maar dan moest je gewoon echt luisteren wat er verteld werd op dat bandje. En dan stopte het en dan moest je dan de antwoord van je vraag van de vraag invullen. Want dat was dus blijkbaar gezegd op dat bandje. En dan sprak ik de taal best wel oké. En dan had ik het echt allemaal wel goed ingestudeerd. Maar als ik dan dat bandje hoor, dan hoor ik alleen maar klanken. En ik hoor daar geen woorden in. Mijn hersens begrijpen dat ook gewoon niet. Dus ik denk, ja, mooi, klinkt mooi, mooie stem, mooie klanken. Ja, leuk.
oh, dit was het. Oh, ik moet weer iets invullen. En dat vind ik zo moeilijk. Bijvoorbeeld radio. Als ze begint te kletsen op de radio, dan hoor ik ook gewoon niks. Ik hoor alleen maar geluidsgolven en klanken. Maar ik kan daar niks uit opmaken. Geen zinnetje of woordje of wat dan ook. Ik vind dat echt heel erg moeilijk. En als ik het wil verstaan, dan moet ik me dus heel, heel, heel erg concentreren. En dat lukt dus bijvoorbeeld niet als ik aan het autorijden ben. Om er een aantal woorden uit op te pikken, waardoor ik het wel kan vormen tot een zinnetje, zeg maar. En kan begrijpen met wat ze willen of wat ze zeggen. Maar ja, met die luistertoetsen en dan ook nog in een vreemde taal. Ja, dat ging gewoon niet. Dus daardoor had ik altijd hele lage scores voor mijn luistertoetsen vooral. En de rest ging dan altijd wel weer. Dus het eindigde dan altijd een beetje op een 6. Waardoor het een beetje weer gemiddeld was. Maar talen was sowieso niet zo heel erg mijn ding, hoor. Maar ja, ik heb er gewoon heel veel moeite mee met het gewoon horen en het luisteren. Ja, ik weet het ook niet. Maar in het echte leven valt het dus wel mee. Zodra ik iemand er echt bij zie en bij zie bewegen en de mond erbij zie, dan gaat het wel. Als ik iemand echt alleen maar hoor, dan gaat het gewoon fout. Dus ik zou nooit blind moeten worden. Dat zou voor mij niet echt een optie zijn. Dan zou ik dat ook echt niet willen. Lijkt me helemaal niet handig. Dan kan ik dit soort dingen als dit ook niet meer doen. En eigenlijk alles niet meer echt wat ik doe. Nee, dat moet maar niet gebeuren. Dat zou niet handig zijn. Voordat ik het vergeet, geef dit filmpje alvast eventjes een like, voordat we dat weer allemaal aan het einde nog moeten gaan vertellen. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan ook meteen eventjes. En druk ook op het belletje dat ernaast staat, zodat je altijd een notification krijgt als er weer een nieuw filmpje online staat, zodat je hiervan ook niks meer mist. En als jullie dit ook meteen willen delen, dan zou ik dat helemaal lief vinden. Gewoon op Twitter of op Facebook, of dat je het naar iemand stuurt waarvan je denkt dat die dit wel leuk vindt om te kijken. Daar krijg ik wat meer volgers voor en dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Dus voor de mensen die het nu gaan delen, dankjewel alvast. Iemand vroeg laatst wat voor werk ik eigenlijk doe. En ik werk niet. Eigenlijk al heel veel jaar niet. Ik heb wel gestudeerd. Ik heb HBO ICT gestudeerd. En niet dat je me nu kan voorstellen als een ICT'er, want daar doe ik eigenlijk helemaal niks mee. En ik was ook vooral meer een projectmanager op ICT-gebied, zeg maar dan. Dus ik ben niet een programmeur of zo en ik kan ook geen websites bouwen. Mijn man wel, ik niet. Dus dat laat ik hem altijd allemaal doen. Ik zou het vast wel kunnen, maar het is mijn interesse gewoon niet. Dat manager vond ik altijd leuker. Maar ik heb er eigenlijk niet heel veel mee gedaan, hoor. Ik heb mijn studie afgerond en ik ben na mijn studie heel veel gaan werken. En daar ben ik meteen weer gestopt, want ik vond het niet leuk. En toen was ik eigenlijk daarna zwanger van ons eerste dochtertje. En toen had ik zoiets van, dan blijf ik wel gewoon thuis. Net zolang totdat zij gewoon wat ouder zijn. En dan zie ik het daarna wel weer. Ik vond het ook wel leuk om gewoon er te zijn. En ik vond het ook niet eerlijk tegenover een bedrijf dat ik ergens kom solliciteren. En dat ik dan al zwanger ben, zeg maar. En dat je na een paar maanden alweer stopt. Dus ik had zoiets van, ik zie het daarna wel. En het was ook wel prima zo. En uiteindelijk, was ik 7 jaar verder, denk ik. En of zijn we nu bijna meer dan 7 jaar verder al. En heb ik nog steeds niet gewerkt eigenlijk. Ik ben altijd fulltime moeder gebleven. En dat is me eigenlijk altijd heel erg goed bevallen. Ik heb er wel altijd heel veel naast gedaan. Heel veel bloggen en heel veel creatieve dingen uiteindelijk. En na een tijdje ben ik dan ook creatchick.nl begonnen. Waar ik heel veel do-it-yourself dingetjes ben gaan delen. En de dingen die ik ging doen met het knutselen met mijn kinderen. En weet ik veel wat allemaal. En dat is uiteindelijk een redelijk grote blog geworden. Waar ik nu vooral heel veel meer mee ga doen. En wil gaan doen. Dus ik wil nu wel het wat meer gaan oppakken. Maar dat kan nu ook, want mijn beide kindjes zitten nu ook op school. Dus ik ben wel eigenlijk echt de eerste 4 jaar van hun leven gewoon echt fulltime moeder met ze geweest. En nu heb ik gewoon wat meer tijd over. En de tijd dat ze nu op school zitten, vind ik het wel heel erg leuk om dan dit soort dingen te doen. Nou zit er stiekem meer werk in dan dat ik had verwacht. Dus ik had eigenlijk meer verwacht van, als ze dan lekker op school zitten, dan heb ik ook iets voor mezelf. En dat ik dat kan gaan opbouwen. En misschien er uiteindelijk ook geld mee kan gaan verdienen. En dan is dat ook gewoon genoeg, zeg maar. En als ze dan uit school komen, dan heb ik gewoon tijd voor hen. En 's avonds gewoon voor mijn man. Maar stiekem zit er meer tijd in dan dat ik had verwacht eigenlijk. Dus ik zit nu vaak in de avonden nog dit soort dingen te doen. En in de weekenden zit ik nog dit soort dingen te doen. Maar dat geeft niet. Ik vind het heel erg leuk. En we moeten maar zien hoe het allemaal gaat. Maar officieel ben ik dus fulltime moeder. Al voelt het de laatste tijd niet echt zo. Omdat hier eigenlijk heel veel meer tijd in zit dan dat ik had verwacht. Maar ik ben officieel fulltime moeder. En ik vind dat zo jammer, dat als je dat dan zegt tegen mensen, ik ben fulltime moeder, dat mensen dan altijd vragen van, wat doe je dan de hele dag? Alsof je echt de hele dag maar gewoon Sims-spelletjes zit te spelen. Oh, wacht. Nee, maar alsof je echt gewoon maar de hele dag zit te wachten dat je kinderen weer uit school komen en zit er niks. Ik vind dat altijd zo'n rare vraag.
denk dat echt gewoon die mensen totaal geen idee hebben wat je nou eigenlijk doet als moeder. Maar ja, ik weet wel dat ik in ieder geval in de tijden dat ik fulltime met mijn kinderen thuis ben geweest elke dag, dat ik nog nooit zo hard gewerkt heb in mijn leven ooit. En dat het echt niet zo rooskleurig klinkt allemaal als dat mensen volgens mij denken. Het is niet dat je de hele dag alleen maar in je pyjama Netflix zit te kijken. Was het maar zo'n feest. Je bent gewoon 9 van de 10 keer gewoon heel hard in de weer. En je mag blij zijn als je eventjes een keertje zit. En degenen die moeder zijn, die begrijpen dit vast. Maar ze zitten nu allebei op school. En dan krijg je natuurlijk altijd meteen overal de vraag van, ja, en dan zitten de meiden nu op school. En ga jij dan nu weer aan het werk? Ik denk, ja, van waarom? Waarom moet dat nou toch altijd allemaal? Waarom kan ik nou nooit gewoon eens een keertje ontspannen? Waarom moet ik nou meteen vanuit 6 jaar lang met 2 kleine kindjes thuis zitten? En in het begin dan nog 1, maar constant in de weer te zijn geweest. Meteen dan als ze dan op school zitten, weer echt de drukte opzoeken en weer van alles moeten. Waarom kan er niet een moment bestaan dat ik ook gewoon eventjes even kan gaan zitten? Weet je, dat ik er ook even van mag genieten dat ik al die tijd heb gehad en dat ik al die zorg heb gedaan. En dat het dan nu gewoon even tijd is voor mij. En ik zei ook altijd toen ze klein waren van, zodra ze op school zitten, dan ga ik echt 1 jaar lang op de bank zitten met mijn benen omhoog, al mijn Netflix-series inhalen. Want ik vind wel dat ik dat echt verdiend heb. Maar weet je, zoveel vrije tijd heb je echt niet eens erbij hoor. Als je kinderen in 1 keer wel op school zitten. Want kinderen die net naar groep 1 gaan, die zijn heel vaak ziek. Dus om de havenklap zijn ze weer thuis. Ze komen tussen de middag thuis een broodje eten. Dus ik heb eigenlijk alleen maar van 9:30 tot 11:45 om snel wat te gaan doen. Nou, dan ga ik altijd even boodschappen doen, de huishouden doen. En dan is het altijd alweer 11:45. Dat vliegt voorbij. Van 11:45 tot 1:15 ben ik alleen maar bezig met mijn kindjes. En samen eten en samen lunchen. Dan breng ik ze terug. Op school moet ik ze nog een boekje voor lezen. Tegen de tijd dat ik weer terug ben is het 2:30. En dan heb ik nog 2 korte uurtjes om snel nog iets te doen. Nou, meestal heb ik dan nog wel wat huishouden liggen. En dan wil ik nog heel veel snel iets voor mezelf doen. En dan is het alweer tijd om ze van school te halen. En dan nemen ze vriendjes mee. En ze willen overal spelen. En ze moeten tegenwoordig naar zwemles. En ze willen op clubjes. Mijn oudste dochter wil op paardrijles. Mijn jongste dochter wil op dansles. Dus dat moet allemaal na schooltijd nog gedaan worden. Had ik allemaal hiervoor niet. Toen ze nog gewoon klein waren. Fulltime thuis waren. En ik denk, waarom zeggen mensen altijd dat op het moment dat de kinderen op school zitten, dat je dan zeeën van tijd hebt en dat je dan weer kan werken en dat je dan van alles weer voor jezelf kan doen? Dat valt echt vies tegen. Echt. Dat is echt helemaal niet zo. Je hebt het echt nog steeds best wel druk. En dan krijg je van school werkjes mee, omdat je kindje dan net niet het leestempo bij kan houden. En dan moet je elke dag na schooltijd weer een kwartiertje met haar gaan lezen. En ik doe het echt allemaal met superveel liefde en plezier. Daar niet van, maar ik vind het echt overdreven dat mensen zeggen dat je dan in 1 keer weer gewoon heel veel tijd over hebt. Want ik heb juist het gevoel dat ik meer tijd eigenlijk had toen ze nog heel klein waren, dan dat ik nu echt heb. Ik heb nu altijd meer het idee dat ik alleen maar op de klok zit te kijken en zit te haasten en te rennen om alles weer gedaan te krijgen en op tijd op het schoolplein te staan. Dus nee, het valt echt heel erg tegen. Dus sorry voor de ouders die ik nu uit de droom haal, die nog thuis zitten met een klein kindje en denken, yes, als ze naar school gaan, dan heb ik alle tijd. Want ja, het is gewoon niet zo. En op zich is dat ook helemaal niet erg, want je wordt niet moeder voor maar 4 jaar. Je wordt moeder voor veel langer dan dat. En ik vind het ook leuk dat ik heel erg betrokken ben. En ik moet zeggen dat ik daarnaast ook wel heel veel doe voor school. Ik help ook altijd wel met uitjes en met dingetjes die gedaan moeten worden in de klas. En als ze hulp nodig hebben met een creatieve dag of met knutseldingen op school überhaupt. En met luizenpluizen. En ik help ook echt heel erg veel. En dat vind ik ook gewoon heel erg leuk om te doen. En de ruimte is er ook voor. Dit kost ook allemaal weer tijd en daardoor ben je uiteindelijk ook alweer gewoon veel tijd kwijt, waardoor er minder tijd overblijft voor werk. Maar goed, ik vind sowieso dat je niet per se aan het werk hoeft op het moment dat de kinderen weer naar school zijn. Want ik wil er nu ook gewoon nog steeds zijn voor mijn kinderen en ik vind het heerlijk dat ze elke dag gewoon om 3:30 naar huis kunnen en dat ik er dan gewoon ben en dat ze altijd vriendjes mee naar huis kunnen nemen om te spelen en dat ze hier elke tussen de middag gewoon thuis een broodje kunnen eten en eventjes gewoon kunnen knuffelen en even een verhaal kwijt kunnen van de ochtend. En ik vind dat heel fijn. En als ik al was gaan solliciteren meteen, had dat er weer heel anders uitgezien. Dus voor mij is fulltime moeder ook nog steeds het moment dat ze op school zitten. Maar ik merk wel dat ik mijn huishouden wat minder netjes bijhoud, omdat ik dat vroeger altijd deed. Omdat ik nu heel vaak denk, ik ga ook gewoon nu even wat doen wat ik zelf ook echt graag eventjes wil doen. Weet je, gewoon even een Sims-huis bouwen of even haken. Gewoon een uurtje met met die Netflix-serie aan. Dat het dan nu ook gewoon even mijn tijd is. En dat ik niet altijd alleen maar in de weer ben en druk ben. En dan laat ik het ook gewoon even liggen. En die wacht wel een dag. En dan neem ik het er ook gewoon even van. En
Ja, nou, dat zorgt uiteindelijk ook voor hele leuke dingen. Zoals alles wat ik maak en wat ik op mijn blog deel. En uiteindelijk ben ik daar heel veel meer mee gaan doen. En kost dat stiekem dus gewoon veel meer tijd dan dat ik had gedacht. En gaat het dus nu soms ten koste van mijn weekend of van mijn avonden. Dat ik vroeger wel altijd gewoon lekker bij mijn man op de bank zat. Dat ik nu dan hierboven nog dit zit te vertellen. Terwijl hij dus aan het opruimen is. Maar dat geeft helemaal niet. Want uiteindelijk levert het ook weer heel veel leuke dingen op. En wat ik ook heel erg leuk vind is dat mijn man ook heel enthousiast is geworden over Creatje. En sowieso eigenlijk altijd al was hoor, want hij steunt mij sowieso altijd heel erg in al de dingen die ik doe en die ik kies. En hij vond het ook altijd al heel erg leuk, maar hij vindt het nu vooral echt heel erg leuk dat ik er ook echt meer mee wil gaan doen. Dus hij wil me ook echt heel erg veel helpen met het filmen en hij noemt zichzelf al Crea Rick, dus dat vind ik ook wel leuk. We hebben toen echt een hele avond echt super lang zitten nadenken over wat zou nou de perfecte naam voor jou zijn als ik jou nou zou moeten introduceren op mijn website. Zo van, ja, mijn man, ik noem het altijd maar mijn man, maar stel dat jij ook een rol krijgt, wat is dan jouw naam? Ik heet Crea Chick, ben jij dan Crea Dude? Nou, dat vond hij stom, snap ik ook. Dat was ook echt heel erg stom geweest als hij zo'n naam had gekozen. En toen hebben we echt, ik denk wel 3 kwartier of zo zitten brainstormen over wat zou jouw naam zijn. En uiteindelijk was mijn man in één keer zo, Crea Rick natuurlijk, ik heet toch al Rick, dus dat is toch echt de beste naam. En moesten er zo hard om lachen dat we daar gewoon helemaal niet eens opgekomen waren om Crea Rick te noemen. We hadden echt alles al bedacht wat er maar te bedenken valt. Maar nee, zo noemen we hem niet hoor, want dat kan echt. Maar goed, hij helpt me dus heel veel met het filmen en met de audio. En hij luistert zelfs altijd al deze filmpjes terug om... Sowieso omdat hij het leuk vindt, maar ook gewoon om te kijken hoe het is geworden. En hij checkt altijd de audio nog eventjes en allemaal van dat soort dingen. En daar ben ik echt heel blij om, want voorheen maakte ik ook altijd al de YouTube-filmpjes zelf. En dan filmde ik het met mijn telefoon. En dan was ik altijd weer heel lang op zoek naar waar dat kabeltje dan weer was. En dan was hij weer leeg en dan kon ik het statief weer niet vinden. En dan had ik het statief gevonden en dan viel het weer om. En ik vond het altijd zoveel werk voordat ik eindelijk eens kon beginnen. En dat is echt niet mijn hobby om dat soort dingen allemaal te doen. Ik vind heel veel echt heel leuk, maar ik vind al het aansluiten van de apparatuur, dat is echt niet mijn hobby. Dus ik doe het wel echt als het moet, maar als het niet moet, dan liever niet. Maar mijn man die vindt het dus echt heel erg leuk om te doen. En die kan zich ook echt uren mee bezighouden om het allemaal perfect in te stellen. En dat het echt goed werkt en dat het de volgende keer nog beter wordt. En dus daar ben ik heel blij omdat hij dat soort dingen allemaal voor mij doet nu. Maar goed, ook hij doet dat naast zijn werk. Dus wat dat betreft gebeurt alles nog, zeg maar, in de avonduurtjes erbij. Maar dat geeft niet, want het is hartstikke leuk. En we zijn inmiddels alweer aangekomen bij de voortuin. Ik zit toch al redelijk mijn tijd vol te kletsen. Ik zit al op 26 minuten. Nee hoor, zo erg zit ik niet af te tellen hoor. Het is altijd het moment dat ik eenmaal aan het kletsen ben, dan gaat het eigenlijk altijd wel. Want het is alleen in het begin. Dat ik had denk van, waar gaan we het nou dit keer weer eens over hebben? En wat is ook leuk voor jullie om... naar te luisteren. Mocht je trouwens leuke ideeën hebben voor onderwerpen voor volgende keer, laat ze gewoon even hieronder in de reacties achter. Of nou, ik zou dit heel graag willen weten of vertel hier eens iets over. Dan heb ik ook een beetje alvast een openingetje naar waar ik naartoe kan, zeg maar. En dan gaat het wat makkelijker. Dat vind ik zelf altijd wel fijn in ieder geval. Dit is trouwens echt, ik zou echt wel zo'n schuur als dit willen. Gewoon dat je dat echt zo'n, met een beetje zo'n blubberlaan, weet je, dat je daar gewoon lekker 2 of 3 auto's op kan smijten. En zo niet recht hoeft neer te zetten, maar dat schuin ook gewoon kan. En dan echt zo'n grote garage. Ik kreeg trouwens vorige keer van iemand de tip om zo'n dakdeel te gebruiken als een klein opritje. Omdat je huis dan altijd op zo'n fundering staat. En dan gaat de garage automatisch ook op een fundering. Toen zei iemand tegen mij, gebruik anders gewoon zo'n schuin dakdeel. Zodat het net lijkt alsof je daar zo'n beetje omhoog kan rijden. Ik denk, nou echt briljant. Dat ik er zelf niet op gekomen was. Dus ik heb het geprobeerd. En het werkt ook inderdaad ook echt gewoon. Dus ik heb het hier meteen toegepast. Dat ik nu dus een schuin dakdeel heb. Om dus die garage in te kunnen rijden. Dat is uiteindelijk natuurlijk nog steeds niet ideaal. Ik snap ook niet waarom je niet bij dat ene item kan aangeven van hier wil ik een fundering onder en bij de andere wil ik dat niet. Want een garage op een fundering, dat is toch niet logisch. Maar ja, dat gaat dus niet. Als je hebt gekozen voor een fundering, dan doet hij dat dus echt overal. Maar dit dakdeel, ja, ik vind het ideaal. Ik vind het echt een geweldige oplossing ervoor. Dus ik dank je wel daarvoor, voor degene die dat had opgestuurd. En ik kreeg ook een keer de vraag hoe ik auto's heb in het spel. En ja, dat zat in The Sims 3 wel. In The Sims 3 kon je zo'n parkeerplaats doen en dan kon je ook een dure auto kopen. En die konden ze dan ook echt besturen. Dat zit in dit spel weer niet. Er zijn toch best wel veel dingen die ze toch weer achterwege hebben gelaten. Ik weet niet, misschien was het te uitgebreid. Ik weet niet wat hun beweegreden ervoor is geweest. Maar wat ik altijd doe, is dat ik altijd een speelgoedautootje uitzoek. Gewoon op de speelgoedafdeling van de kinderen. En dan kies je gewoon een klein speelgoedautootje. En die vergroot ik dan een heleboel keer. Deze heb ik gedownload, die ik er nu neerzet. Die kwam ik ineens tegen en die vond ik eigenlijk mooier. Kijk, ik heb hem ook in het wit. Dus je kan ze ook gewoon downloaden. En dan zijn het dus gewoon vergrote speelgoedautootjes. Dus ze kunnen er niks mee, maar het is wel leuk voor de aankleding van je erf.
Dus vergroten doe je trouwens met van die blokhaken. Die zitten naast de P. Dan heb je een blokhaak naar links toe en een blokhaak naar rechts toe. En met die twee kan je het groter en kleiner maken. Dus dat is eigenlijk vrij simpel. Ik doe dat dus ook al met mijn stenen en soms met planten. En je kan het eigenlijk met alles doen. Niet alles wordt even mooi, maar dat moet je zelf maar eventjes ontdekken. Maar met die blokhaken kun je ze dus groter en kleiner maken. Dat is wat ik altijd gebruik. En wat ik ook altijd doe, is lampjes overal. Dat zie je me hier ook doen. En die zet ik ook gewoon in de rotsen, zodat de rotsen een beetje verlicht worden. Dus je ziet het lampje niet. Hij zit er echt helemaal in. Maar ja, het oogt net even wat mooier. Anders is het zo donker allemaal. Ik vind dat wel mooi om alles goed verlicht te zien. Ja, die blokhaken die gebruik je dus voor het vergroten en het verkleinen. De 9 en de 0 die gebruik je voor het naar boven en naar beneden verplaatsen van items. Want die vraag krijg ik ook vaak van hoe krijg je het voor elkaar dat je het nog een paar tikkeltjes omhoog kan krijgen. Dat doe je dus met de 9 en met de 0. Wat ook een geweldige code is die ik heel veel gebruik. En daar begin ik ook altijd mijn spel mee. Is dat ik Ctrl-Shift-C eerst indruk. Dan krijg je daar bovenin zo'n typbalkje. En daar typ ik dan in bb.moveObjects. En dan enter. En dan gaat die aan. En dan kan je ze dus ook door elkaar heen zetten, zoals ik het vaak doe. En kan je ze ook vrij bewegen. Als je dan de Alt ingedrukt houdt, dan kan je hem gewoon precies tot netjes op de plaats slepen waar je hem wil hebben. En zit je niet vast aan die bepaalde grid die je altijd hebt. Dus dat zijn eventjes de cheats van het spel die het vooral voor het bouwen van wat makkelijker maken. Dus je kan ook roteren. Als je dan Alt ingedrukt houdt en je muisknop, je rechter linker muisknop, dan kan je ook merken dat als je je muis dan beweegt, dat je hem heel mooi kan roteren. Maar dat moet je maar gewoon even allemaal uitproberen. En dan ontdek je vrij snel hoe je dat kan doen. Let er wel op dat als je deze cheats gebruikt, vooral met dat door elkaar heen plaatsen en het plaatsen met Alt, dat als je er later mee gaat spelen, dat het wel zo kan zijn dat je poppetjes de items niet kunnen gebruiken. Dus soms zet ik wel eens met die code dan aan en dan zet ik een mooi vensterbankje of een mooi plankje. Maar dan net dicht in de deuropening die ik er normaal dus niet had kunnen neerzetten. En op het moment dat ik dan dus echt ga spelen met de Sims, wat ik bijna nooit doe, maar wat ik laatst toevallig ontdekte, is dat ze dan die deur dus niet kunnen gebruiken. En hetzelfde heb je met mods, weet je, sommige items begrijpen ze gewoon niet. Ik heb ooit een keer een heel mooi bed gedownload, heb ik toen in die slaapkamer neergezet. En uiteindelijk toen konden ze dus gewoon nooit dat bed in, omdat het niet werd gezien als een bedobject. Ja, dat is eigenlijk wel heel slecht, want de meeste mensen die het maken, maken het dus ook echt wel met een goed object, zodat je hem ook echt kan gebruiken. Maar nu was het dus gewoon niks. En dan denk ik, ja, dan staat het heel mooi. Maar als je er dan echt mee wil gaan spelen, dan moet je daar wel even op letten dat dat dus niet gaat. Ik vond het hier nog wat kaal, dus ik besloot hier om nog een steigertje bij te bouwen. Eigenlijk wilde ik er ook nog een boot in leggen. En ik heb zo'n hele grote boot gevonden in de kinderspeelgoedafdeling. Die heb ik zelfs nog bij het steigertje neergelegd. Maar ik vond dat zo gênant staan dat ik die toch maar weer heb weggehaald. Het is echt zo'n enorm grote, ja, ik weet niet eens hoe zo'n boot heet, met zo'n ronddraairad aan de achterkant. Jullie gaan me vast laten weten in de comments. Ik weet niet hoe dat ding heet. En nou, dat heb ik dus weggelaten. En de andere bootjes zaten er niet tussen. Maar dat was wel leuk geweest. Ik heb hier later ook nog een trappetje bij gedaan. Zodat als ik er echt met de Sims in zou gaan spelen, dat ze dan ook echt het water in konden. En dit hek heb ik weggehaald, want dat vond ik niet mooi. Maar daar komt straks iets anders voor in de plaats. Wat ik trouwens wel nog kwijt wil over dit huis, is dat ik dit huis, afgezien van de interieurspulletjes, maar het huis zelf, zeg maar, en alle plantjes en de ramen en de deuren en de muren en de schoorstenen en al dat soort dingen, heb ik allemaal gebouwd met items die in het basisspel zitten. Dus dit huis zou je letterlijk zo na kunnen bouwen zonder dat je mods hoeft te downloaden. Nou gebruik ik die voor de buitenkant sowieso niet zo heel erg veel. Ik moet het eigenlijk wat meer downloaden, maar ik heb ze gewoon nog niet zo heel veel, omdat ik vooral alleen maar leuke interieurspelletjes download. Dus ik heb het huis wel ingericht, of in ieder geval de tuin, zeg maar, in die tuinset en nog wat andere spulletjes. Die zijn dus wel gedownload, omdat ik de spullen van de Sims gewoon echt haat. Maar alles wat je hier verder ziet, is allemaal originele items die gewoon in het basisspel, geloof ik, ook al zitten. Ik heb in ieder geval geen mods gebruikt, dus je zou hem kunnen namaken. Omdat ik mijn steiger nog wat saai vond hier, ging ik naar iets anders op zoek, wat eigenlijk niet als dat item bedoeld was, maar wat ik kon gebruiken als een hek. Ik vond het andere hek namelijk net niet mooi, want het zit weer op een fundering. Dus ik weet eigenlijk niet eens wat het is, een of andere toog of zo. Zit ook al gewoon standaard in het spel. Die heb ik gebruikt, gewoon een beetje in het water geprakt om als hek te gebruiken. En die vond ik wel leuk, want hij zag er ook al een beetje versleten uit. En ik heb hem ook een beetje een hoogteverschil gedaan. Dat zijn eigenlijk allemaal van die dingen die ik gebruikte toen ik nog best wel veel Planet Coaster speelde. Dat wil ik ook binnenkort weer gaan spelen trouwens. Ook echt een superleuk spel. Maar daar bouw je eigenlijk echt alles met items die er niet zo, die niet bedoeld zijn om zo te gebruiken. Dus daar krijg je ook heel veel van die, allemaal van die kleine losse spulletjes waar je dan gewoon wat mee kan bouwen. En in het begin dacht ik echt van,
wat is dit? Want ik ben zo gewend om met de Sims te spelen. En dan heb je natuurlijk gewoon alles al kant en klaar dat je zo kan gebruiken. En dat is bij Planet Coaster heel anders. En je moet ook wel even wat beter zijn in het bouwen om echt iets te kunnen maken. Maar als je het eenmaal door hebt en ja, uiteindelijk ook weet wat voor spulletjes er allemaal in zitten en waar je die spulletjes voor kan gebruiken, is het wel echt een heel cool spel, vind ik. Ik heb daar wel flink wat uurtjes in zitten. Misschien dat ik dat ook wel eens ga doen voor een filmpje. Ja, misschien is dat wel een keer leuk. Laat maar weten of je dat leuk vindt. Planet Coaster. Ik bouw trouwens geen park, hoor. Ik heb het wel eens gedaan in het begin. Ik vind het ook wel leuk om een heel park te bouwen. Maar ik krijg het nooit af. Want altijd halverwege bedenk ik me en wil ik wat anders. En dan vind ik het te groot en dan duurt het me te lang. Ik vind het eigenlijk vooral leuk om gewoon van die hele kleine dingetjes te bouwen. En gewoon een klein sprookjesbos of zo. En dat het verder ook eigenlijk niks kan, maar dat het er gewoon heel leuk uitziet. Nou, wie weet. Misschien ga ik dat ook nog wel een keertje opnemen. Dat lijkt me eigenlijk ook best wel leuk. Ik heb nu echt wel heel erg veel zin om dat te spelen eigenlijk. Maar dit schiet al op. Ik richt hier nog wat in. En dit doe ik dus wel met mods. Omdat wat ik net al zei, is dat ik ben gewoon niet zo heel erg fan van de spulletjes van de Sims standaard. Dus dit doe ik eigenlijk altijd met gewone spulletjes. Maar voor de rest is het dus gewoon ingericht met spullen van het spel zelf. Jullie vragen trouwens ook regelmatig of ik deze huizen ook upload in de gallery. En of jullie dit ook kunnen downloaden. Nou, dat doe ik eigenlijk dus niet. Omdat ik dus altijd mods gebruik. En dan moet je die ook allemaal downloaden. Anders dan snapt hij deze objecten niet. En dat vind ik dan altijd al een beetje jammer. En dan zou ik het helemaal kunnen maken met alleen maar basis items. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet eens weet hoe het werkt om hier te uploaden. Bij Planet Coaster doe ik het wel altijd. En dan kan je ook al een aantal dingen van mij downloaden als je gewoon zoekt op CreaChick. Het is nog niet heel veel, maar daar staat wel in ieder geval iets online. Maar hierbij heb ik het nog nooit gedaan. Dus ik zal eens even kijken of het überhaupt gaat. En aan mijn man vragen hoe dat dan precies gaat. Want we hebben het basisspel wel gekocht, maar de uitbreidingen en alle spulletjes en zo, die download ik allemaal. Dus ik weet niet of het dan gaat. Dus dat zal ik eerst even moeten vragen. Maar het is wel leuk. Het is leuk als je zo'n filmpje ziet, dat je dan ook gewoon het spel of het huis kan downloaden. Dat begrijp ik ook wel. Wat nog een dingetje was waarom ik het niet doe, is omdat ik dus heel veel werk met die cheats en met dat verplaatsen en met die alt-knop. En ik weet gewoon niet hoe bespeelbaar zo'n huis dan is. En ik vind het ook jammer als ik straks niet meer echt het huis kan bouwen zoals ik wil dat het eruit ziet. Omdat ik er rekening mee ga houden dat het ook nog bespeelbaar is, zeg maar. Dat zou ik jammer vinden. Hierboven maak ik trouwens nog een veranda, waar je ook gewoon lekker kan tekenen en lekker over het uitzicht kan kijken. En dat is dus echt die andere ingang waar je naartoe naar boven loopt. Van binnen ziet het er nog niet zo mooi uit, maar bewaar ik voor een volgend filmpje, want ik wil dit huis echt heel erg graag naar binnenkant gaan inrichten. Dus of jullie het nou wel of niet willen zien, jullie krijgen hier gewoon een filmpje van. Dus ik weet niet of het de eerstvolgende wordt, maar in ieder geval binnenkort. Ik had hier nog een hoekje van de tuin over, waar ik heel graag een vuurplaatsje wilde maken. Ik dacht dat dat trouwens niet meer in de Sims zat, die vuurdingen van vroeger, die hoe heet het nou? Die vuurplaatsen, fire pit. En toen kwam ik hem in één keer laatst toch tegen. Dus die moest in het nieuwe huis een plekje krijgen. Dus bij deze komt er eindelijk een keer zo'n een vuurplaatsje. Hoe heet dat nou? Een kampvuur. Ja, dat is het. Waarom zeg vuurplaats? Ik heb nog nooit gehoord van een vuurplaats. Een kampvuurtje, ja. Dus dat kwam hier nog, een gezellig hoekje. Eigenlijk had ik ook nog ergens een jacuzzi moeten neerzetten. Misschien dat ik dat doe als ik het ga inrichten. Ik vind dat dat ook nog wel hoort bij dit huis. Maar we zijn bijna aan het einde van het filmpje aangekomen. En het is me gewoon gelukt om zoveel minuten te blijven kletsen. Ik hoop dat je het interessant vond. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan om het zo lang mogelijk vol te houden. Nogmaals, vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En druk ook op het belletje dat ernaast staat. Zodat je niks meer mist van de aankomende filmpjes die komen. Tenzij je het natuurlijk niet leuk vindt, dan moet je niet abonneren. Je moet alleen doen omdat je het leuk vindt. Laat me dus even weten in de reacties of je ook gebeld wordt door van die nare Windows mensen die niet van Windows zijn. Of je graag de volgende keer een modern huis gebouwd willen zien worden. En waar heb ik het eigenlijk nog meer allemaal over gehad? Ik weet het niet meer. Jij weet het vast nog. Laat het achter hier in de reacties hieronder. En mocht je me willen volgen op Instagram, Facebook of op andere social media, Pinterest, waar ik ook allemaal mods op sla. Alle links naar mijn social media pagina's, die vind je hieronder in de omschrijving. Dus ga even kijken. Laat even een leuke reactie achter. Ik vind het ook echt heel erg leuk om jullie reacties te lezen. En ik lees ook allemaal en ik probeer ook op iedereen te reageren. En ik hoop dat jullie nog heel lang blijven kijken. En mocht je graag iets anders zien, dan hoor ik het ook graag. Dan kan ik dat meenemen voor de volgende filmpjes. Oh, wacht! Ik ga hier trouwens nog een kinderspeelplaatsje bouwen. Ik ben nog helemaal niet aan het einde. Zit ik al dit hele filmpje af te sluiten? Het viel mij op dat ik alleen maar huizen bouw waar eigenlijk geen kinderen wonen. Tenminste, zo ziet het eruit. Ik heb één keer een babykamer gemaakt met van, oh, er is een kindje op komst. Maar ik vind dat in dit huis wonen ook gewoon kinderen. En daar is gewoon een hele coole speelplaats voor aangelegd. Want deze boot vind ik dus echt heel erg vet. Die gewoon al standaard in het spel zit. Maar ik gebruik hem eigenlijk bijna nooit. Omdat ik nooit van die kinderhuizen bouw.
Maar hij paste hier zo leuk in het thema, dus hij moest er gewoon komen. In ieder geval, nu is het filmpje voorbij. Dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Doei!